Aanstaande maandag is het 3 jaar geleden dat ik het commando over de zeemacht in het Caribisch gebied, over de kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba en over Task Group 4.4 hier op Parera op mij heb genomen. Met de aanwezigheid van defensie-eenheden hier in de regio is optimaal invulling gegeven aan de eerste hoofdtaak, de verdediging van die territoriale integriteit van het Koninkrijk. De afgelopen 3 jaar heeft de kustwacht meer dan 3000 kilo cocaïne onderschept, 144 illegalen aangehouden en zijn bij 340 search and rescue acties bijna 1 op de 3 dagen 301 personen op zee uit een levensbedreigende situatie gered. En recent is na de catastrofale aardbeving in Haiti wederom de Pelikaan met de geëmbarkeerde 32e infanteriecompagnie uit Aruba en een aantal leden van de Arubaanse militie ingezet in Haiti. De Pelikaan wist daarbij als eerste buitenlandse eenheid in de haven van Port-au-Prince af te meren. Gedurende 2 weken is directe hulp verricht, zijn weeskinderen begeleid en is fantastisch werk verricht dat veel aandacht en waardering heeft gekregen. Ik verklaar hierbij het commando over de zeemacht in het Caribisch gebied, de directie over de kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba en het commando over Taskgroep 4.4 te hebben neergelegd. Hierbij verklaar ik het commando over de zeemacht in het Caribisch gebied, directeur kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba en taskgroep 4.4 te hebben overgenomen. Het is een schitterende functie, het is een jongensdroom. Daar als je begint in je carrière denk je niet dat je hier uiteindelijk commandant mag worden van ruim 1000 militairen, schepen, vliegtuigen, helikopters, mariniers-eenheden, de landmachteenheden en de Koninklijke Marechaussee. Heb je er erg veel zin in? Ik heb er erg veel zin in. Ik vind het een uitdaging en we gaan er met z'n allen, met al die 1000, gaan we er wat moois van maken in dit gedeelte van het Koninkrijk.